Dames en heren, van harte welkom terug bij ACV-TV hier in Aalten bij AZSV. De wedstrijd die een ruststand kende van 0-0 en een eindstand van 1-2. En bij mij een van de nieuwe spelers van ACV, Marcel Sijp, afkomstig van de BVO Emmen. Voordat we over de wedstrijd beginnen, Marcel, ik heb eens even gekeken waar jij allemaal gespeeld hebt. Een beetje een wereldreiziger ben je wel geweest. Je bent al een tijdje bij ACV. Hoe bevalt het je bij ACV tot nu toe? Ja, prima. Ik heb het echt naar de zin. Ik was eerst wat teleurgesteld dat ik niet door kon in betaalde voetbal. Ja. Ook omdat ik niet meer wilde verhuizen. Maar nu ik hier gewoon zit en ik kan lekker op fietsje heen. Ik geniet echt. Ja, het bevalt dus goed. Hey, en dan even over de wedstrijd van vandaag. Doen jullie jezelf tekort dat het op het einde toch nog zo spannend wordt? Want vooral het eerste kwartier vonden jullie heel goed voetballen. Ja, dat zeg je precies goed. Ik denk dat we de eerste 20 minuten, half uur, dan moet je eigenlijk 2-3-0 voor staan, denk ik. En dan kom je gewoon de moeilijkheden. Ik bedoel, ik denk dat we amper kans hebben weggegeven. Maar we krijgen een vrije trap tegen, we krijgen een eigen goal. Dat kan altijd gebeuren. Maar als je het bewijs van al 2-3 in leg hebt, dan gebeurt dat vaak niet. En dan moet je er weer dan moet je echt aan de bak. Dat hebben we wel getoond. Ja. Dus ook terecht gewonnen, denk ik. Ja, daar ben ik helemaal met je eens, want jullie hebben vele kansen gehad. Nou was het vanaf de zijkant op het einde nog een gevalletje in de 16 waar zij heel veel misbaar maakten. Jij stond daar vlakbij. Kun jij mij vertellen wat daar gebeurde? Ik denk dat je doelt op het penalty moment met Guus de Vries, maar ik denk dat dat wel een penalty was. Dat idee had ik ook, dus dan komen we uiteindelijk nog goed weg. Nou, in ieder geval gefeliciteerd met de overwinning en ga eens weer door, zou ik zo zeggen. Oké, dankjewel. Dames en heren, dit was het interview met Marcel Sijp. Tot later.